Waarom is er nog steeds speciaal belangstelling voor de bijdrage van de Poolse militairen in de Tweede Wereldoorlog? Waarom is er zo weinig over bekend? Hoe is het mogelijk dat een overrompeld en bezet land als Polen zoveel kon betekenen voor de bevrijding van West-Europa? Hoe komt het dat zoveel Poolse soldaten van de 1e Poolse Panzerdivisie, de 1e zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade en andere eenheden na de oorlog over de gehele wereld zijn uitgezworven? En er juist in en om Breda zoveel zijn gaan wonen? Waarom gingen ze niet gewoon naar huis? Net zoals de Amerikanen, de Britten en de Canadezen. Ik ben Frans Hutchinski. In 1948 ben ik geboren als zoon van een Poolse soldaat en een Nederlandse moeder. Naast mijn eigen vader heb ik veel van deze Poolse soldaten gekend en gesproken. Ik kende hun gevoelens en heimwee naar hun vaderland Polen. Daarvoor had men gestreden, maar men heeft het nooit mogen bereiken. Ik kende de behoefte aan erkenning van de bijdrage die men geleverd had aan onze vrijheid. 20 jaar geleden ben ik daarom voorzitter geworden van het Generaal Maciek Museum. In Nederland liggen op 49 kerkhoven Poolse militairen begraven. Velen van hen hebben een lange, moeilijke weg gevolgd, in de verwachting uiteindelijk hun vaderland te kunnen bevrijden. Nu liggen ze hier met honderden in Nederlandse bodem. Met de ontwikkeling van het Generaal Maciek Memorial gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Hiermee eren wij hen en de inzet van de Poolse militairen van de 1e Poolse Panzerdivisie van Generaal Maciek. Oh, je hebt de foto van opa mee. Nou, dit was dus mijn... Wij hopen dat met dit Generaal Maciek Memorial de geschiedenis kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Waar kan dat beter dan hier bij het Poolse Militair Ereveld in Breda? Waar generaal Maciek, conform zijn eigen wens, begraven ligt samen met zijn gesneuvelde kameraden. Maciek ligt opgesloten in de locatie. Hij ligt daar begraven op het militair ereveld tussen zijn eigen manschap. Het ereveld is natuurlijk een heel sterk gecultiveerd en opgeruimd karakter heeft dat. Strakke lijnen, strakke haagbeuken en het terrein waar het memorial gedacht is, dat ligt er eigenlijk pal achter. En dat is veel meer een... Ja, een wat ruwer terrein. Het zijn eigenlijk wordt ontsloten door alleen maar achterkanten. En de tegenstelling die in dat terrein zit, dus in de, die dat oproept, is eigenlijk, vertelt eigenlijk het verhaal van Maciek. Als je het gebouw benadert, kom je eerst op een voorplein. Nou, dat voorplein wordt omsloten door een hele hoge betonnen wand, waarop we een afbeelding maken van de bevrijdingstocht. Nou, die wand die loopt van buiten eigenlijk door naar binnen. En die neemt je eigenlijk als het ware mee het gebouw in. Nou, we hebben vanuit de aanvliegroute, dat is eigenlijk het herdenkingsveld, en de betonnen muur waar je tegenaan loopt, waarop de beelden van de bevrijding staan, hebben we in het interieur gedacht dat we de geschiedenis achterwaarts willen vertellen. We beginnen dus eigenlijk als je binnenkomt bij de bevrijding van Breda. Je ziet als je uitkijkt over het achterterrein via de glazen achtergevel, zie je een Poolse tank naderen. En op die plek krijg je ook informatie over zeg maar waar de Polen hebben gevochten in Breda. Via een beeldscherm, via oude kaarten, via teksten, noem maar op. Als je het gebouw binnenkomt, krijg je ook een glimp meteen op het achterterrein. Ja, de ruwe wereld, de wereld van de verwoesting. En dat hebben we willen symboliseren door eigenlijk een tank als het ware het gebouw in te laten rijden. Als ja, verbeelding van de zegentocht die ze daar hebben getrokken.
vervolgens ligt daarachter in het lage gedeelte van het gebouw liggen een aantal clusters. En die clusters, dat zijn de momenten met de verhalen en de objecten. En die hebben we bedacht, gemaakt, door gaten aan te brengen in de betonnen vloer van het gebouw. En die te vullen met hele donkere stenen. En dat veroorzaakt eigenlijk een soort velden van verschroeide aarde. Dat is in ieder geval wat ze symboliseren. En die velden zijn ook de verbinding tussen binnen en buiten. Nou, vervolgens heb je bij elk cluster gaan we uit van een gesproken tekst. En die gaan bijvoorbeeld over een soldaat die bij het uniform van Maciek vertelt over zijn generaal. Daar staat tegenover dat we door middel van een aantal elementen ook het optimisme willen laten zien. En een van de meest opvallende elementen daarin zijn een aantal kogelgaten die we hebben aangebracht, als het ware in het gebouw, waardoorheen de zonnestralen naar binnen schijnen. En die staan symbool voor het nieuwe begin. Het memorial maakt de flinterdunne scheidslijn tussen die twee werelden. Dus enerzijds het eren, het vieren van de bevrijding, en anderzijds het leed dat daaraan vooraf is gegaan, maakt het voelbaar. We hebben in het gebouw één hele grote wand gevuld met een kaart van Europa. En op die kaart kun je zien hoe dat Maciek en zijn mannen eigenlijk vanuit Polen, vanuit Warschau, de beweging hebben gemaakt. Vluchtend voor de Sovjet-troepen via Zuid-Europa naar Schotland, waar ze zijn opgeleid en uiteindelijk mee hebben gedaan aan de bevrijding van Europa. En bij die kaart hebben we een aantal touchscreens bedacht waarin je nadere informatie kunt krijgen over die route en dat verlopen wat er allemaal gebeurd is. Ja, dus de materialisering is heel sober. Zuivere materialen, schoon beton, blank staal, gezwart staal. Dat zorgt ervoor dat het gebouw niet afleidt en dat het puur echt in dienst staat van het verhaal dat in het gebouw verteld moet worden. De tentoonstellingsruimte is afgescheiden van het achterliggende documentatiecentrum door middel van een hele grote vitrinekast. En in die vitrinekast daar zitten eigenlijk alle objecten die op een of andere manier herinneren aan de gebeurtenis van de bevrijding. De ruimte daarnaast die noemen we de chambre de réflexion. En die kijkt als het ware weer terug via een raam op het ereveld waarover je bent binnengekomen. En dat is eigenlijk de ruimte om wat je gezien hebt te kunnen overdenken en ook te kunnen realiseren wat dat eventueel voor jou betekent. Ja, het gebouw is vormgegeven door een treffende compositie van schijven die ruimtes vormgeven die vloeiend in elkaar overlopen. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan eigenlijk om buitenruimtes in het gebouw te betrekken, waardoor de totale oppervlak van het gebouw eigenlijk verdubbeld is ten opzichte van de daadwerkelijke oppervlak die het heeft. Het gebouw staat in dienst van het verhaal en faciliteert hierin. Alle gemaakte ontwerpkeuzes hebben als doel de bezoekers mee te nemen als in opeenvolgende scènes van een film. Het memorial als geheel is bedoeld als een eerbetoon eigenlijk aan mensen zoals Maciek. De verhalen die roepen een diepe compassie op, zowel voor zijn manschappen als ook voor de bevolking van de gebieden die hij bevrijd heeft. Hij hield er ook echt rekening mee, want hij heeft er moeite voor gedaan, ook op verzoek van de mensen uit Breda, om de stad zoveel mogelijk intact te laten. Thema's als medemenselijkheid, kameraadschap en toewijding, die worden vertaald naar de huidige maatschappij in het gebouw. En we hopen dat het daarmee een blijvende inspiratie is voor de toekomstige bezoekers. Ik ben Peter van Uhm, oud-commandant der strijdkrachten. Ik heb geleerd dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Daar moet je wat voor doen. Wij moeten leren van de geschiedenis om nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken. Een mooi voorbeeld is het verhaal van generaal Maciek. Hij en zijn Poolse kameraden hebben veel opofferingen gedaan om uiteindelijk vrede, veiligheid en vrijheid voor anderen te brengen. Generaal Maciek bracht zelfs persoonlijke opofferingen. In de duistere tijden van de Tweede Wereldoorlog bleef generaal Maciek met zijn kameraden strijdbaar.
Hun bekendste bijdrage aan die vrijheid is de bevrijding van Breda. Laten wij leren van de opofferingen die deze Poolse kameraden uiteindelijk hebben gedaan. Laten wij hen herdenken en laten we hen eren. En hoe kunnen we dat nou beter doen dan het generaal Maciek Memorial te steunen en in de toekomst te bezoeken?